De Luyong-serie. Deze serie begin je met drie adembewegingen. En dat doe je als volgt. Je spreidt rustig je armen. Je adem gaat nog door. Dan laat je de armen rustig zakken. En op een inademing breng je ze omhoog. Krachtig uit. Adem gaat door. Je spreidt rustig je armen. Je laat ze weer zakken. Diep in. Spreid de arm. Laat ze zakken. In. Dan stap je je uit dat je een spreidstand maakt. En je brengt heel duidelijk je vingers achter, je duimen voor. De gans drinkt water. Inademend ga je je hoofd naar achteren brengen. En met een rechte rug uitademend buig je in één beweging naar voren. In ga je weer omhoog. En uit. Benen mag je gestrekt houden als het kan. In omhoog. En uit. Laatste keer, in omhoog. En weer uit. Kom je rustig omhoog. Laat je de handen zakken. Je stapt weer terug met je voeten heupbreedte. Spreid rustig je armen. Je laat ze zakken. Diep in. In. Eén keer. In. Dan stap je weer uit. Dit keer zijn je vingers voor, je duimen achter. Dan draai je de rechtervoet naar rechts. Je kijkt ook een beetje zo naar rechts. Nu gaat jouw linkerschouder in de richting van je gebogen rechterknie. Het is de jak die zijn schouder wrijft. Dus je ademt hierin. En op een uitademing buig je rechterknie. De linkerschouder gaat richting de rechterknie. Inademend kom je omhoog. Je draait je voeten de andere kant op. En op een uitademing buig de linkerknie. Schouder richting de knie. In omhoog. Draai je voeten. En uit. Buig je knie. In omhoog. Draai de voeten. En uit. Rustig doorademend kom je omhoog. Stap je voeten weer bij, ongeveer heupbreedte. Spreid je armen. Laat ze zakken. In. In. Dan stap je schouderbreedte, dus als minder breed dan net. Duimen achter, vingers voor. Het paard dat slaapt, jouw linker elleboog, ga je zo meteen richting je rechterknie brengen. Dus je draait je rechtervoet uit. Benen blijven nu gestrekt. Hier adem je in. En op de uitademing met rechterbenen gaat je linker elleboog richting de binnenkant van je rechterknie. Een inademing kom je omhoog. Je draait je voeten en op de uitademing rechter elleboog richting de linkerknie. In omhoog. Draai. Hou
andere kant. In omhoog. Draai je voeten. Beentje. Om je omhoog. Handen los. Voeten heupbreedte. Spreid de armen. Laat ze zakken. In. Doorademen als je deze beweging maakt. Diep in. Laatste keer. Moeten blijven heupbreedte. Nu ga je duimen voor, je vingers achter. De valk die in de wind draait. Je ademt in, je hoofd gaat naar achteren. Op een uitademing met de rechterbenen buig je naar voren. Neus wijst tussen de knieën in. In omhoog. En op naar achteren met je hoofd. En uit. In omhoog. Rustig uit. Laatste keer. En uit. En je terug omhoog. Je laat je handen zakken. Armen spreiden. Handen terugbrengen. Diep in. Spreid je de armen. Laat ze zakken. In. Eén keer. Dan strek je de rechterhand zo uit alsof je iemand de hand schudt. Je linkerhand gaat onder de pols door. En met je linkerhand pak je de vingers van je rechterhand. En die vingers die trek je een stukje zo naar rechts. Je voelt een behoorlijke spanning aan de rechterzijkant nu van je wervelkolom. Op een inademing breng je de gestrekte armen omhoog. En uit gaan ze weer terug. In breng je ze weer omhoog. En uit weer terug. Zo blijf je aan die vingers van je rechterhand trekken. In omhoog. En uit. Laatste keer. En weer terug. Laat je je handen even los. Even je vingers een beetje bewegen. En dan rek je je linkerhand uit, je rechterhand onderlangs. Die pakt de vingers zo beet van je linkerhand en die vingers trek je naar links. Dan voel je de spanning aan de linkerzijkant van je wervelkolom. Inademend gaan de armen omhoog. En uit weer terug. In. En uit. Twee keer. Laat je de vingers los. En sluit je af. Nogmaals, armen te spreiden. Terug te brengen. Diep in. Spreid de armen. In. Laatste keer.
In. Sluit dan even je ogen. Laat je armen even helemaal vrij hangen. Voel even het effect in jouw hele wervelgebied. Het gebied waar deze Lu Yong-serie sterk op inwerkt. Kom je daar heel bewust weer even aan.